Maak er maar één koop zetten, dan ga je allemaal overboord. Ja. Wat zie je dat? La 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 la, een dansje voor de zin. La 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 la, een dansje voor de zin.
zingt la 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 la. Ja, hij springt, springt, springt als een pepernoot. Zwaai, zwaai, zwaai naar de pakjesboten. Zing, 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 geef je pakjes cadeau. Dat is één. En dan vragen we of Petronella haar ring voor Piet ook aan de ringvinger van Piet wil schuiven. Piet, Sinterklaas, kinderen, vaders, moeders. Piet en Petronella zijn officieel met elkaar getrouwd. Ja! En daar hoort natuurlijk iets bij, hè? Zoenen, zoenen! Zoenen! Ja. Nou, Sinterklaas, alles is goed gekomen, hè? We zeiden het al. Soms gaat het mis, maar uiteindelijk komt het altijd goed. En ik denk, ja, het zijn uw Piet, u moet ze wel even feliciteren, ja, natuurlijk. Sinterklaas zegt ze moeten goed voor elkaar zorgen, dat hoort er ook bij. Nou, geweldig Sinterklaas. Ja, ik heb gedaan wat ik hier moest doen, hè. Dat doen burgemeesters, mensen trouwen. Ik ga jullie ook feliciteren natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. Heel veel geluk samen. Het is de sleutel van het Sinterklaashuis. En alle winkeliers in Almelo hebben hun best gedaan om een heel mooi pand voor u helemaal in te richten. En een heleboel vrijwilligers hebben erbij geholpen om het helemaal klaar te maken. Meneer Kees Smit, bedankt voor de koffie. U heeft u vroeger op de Hagedoornschool gezeten? Ik heb vroeger op de Hagedoornschool gezeten, jazeker. Zes jaar lang. Ik ook. Oh. Voor 5 jaar geleden heb ik de zaak aan mijn zoon overgedaan. Helemaal. En vanaf die tijd doe ik alleen een beetje de bouwwerkzaamheden. De bouw in Amersfoort gedaan, hier de verbouw dus. Eigenlijk alleen de bouwwerkzaamheden. Verder doe ik niet meer. En dat is voldoende? Dat is voor mij voldoende, ja. Dank je wel. Uitpakken waar je bij staat. Ja. Ik heb hem besteld. Ja, we zullen hem eerst uitpakken, of niet? Dan, is die te zien? Gaan we om zijn beurt kijken? Ja. En even naar haar. Mooi. Ik ben zo vrij. Hoor. Ja, jij moet erbij. Ja, voorzitter van MKB. Ja. We doen dit dagelijks, zoals je merkt. Mooi man. Dank je wel. Henk, dat is geen Kees. Nee, zeker niet. Staat anders met grote letters op het pand. Ja, ik ben vernoemd naar mijn opa en mijn vader die het bedrijf naar zijn naam heeft genoemd. Die zegt wel eens spijt te hebben gehad dat hij het geen Henk Smit heeft genoemd. Maar ik ben wel blij dat het Kees Smit is. Ja, we zijn de laatste jaren mede door de komst van onze online shop en ook de vestiging in Amersfoort zijn we ontzettend hard gegroeid. De aankomende jaren hebben we wel wat plannetjes. Er zijn een aantal projecten opgepakt de laatste jaren, zoals een aantal buitenlandse webshops. Daar zit heel veel potentie in, maar ook in Nederland zijn wij nog lang niet klaar om ons op het gebied van marketing en dergelijke nog breder bekend te maken. Dus de mensen gaan nog wel van ons horen, laat ik het zo zeggen. Maar de thuisbasis blijft Almelo? Wat ons betreft wel. We zijn sterk groeien, dus wel ook voor de korte toekomst ook wel weer op zoek naar een andere plek in Almelo. Voor onder andere ons logistiek en het liefst alles bij elkaar. Maar daarvoor zijn we in gesprek met de gemeente en dat lijkt... Ik denk dat dat wel goed gaat komen. We zullen vast wel een mooie plek voor ons hebben. U hebt een goed stuk hout daar, hè? Ja, dat is een afvalhout waar niemand wat mee kan doen.
Daar wil niemand meer werken. Is dat zo? Ja, prachtig. Kun u mij vertellen, gaat u volgens een vast plan te werk? Dan is het eerste denkwerk. Dan gaan we dus tekeningen maken. En dan gaan we dat op hout aanbrengen en dan gaan we het uitsnijden. Zo. Maar kijk, we komen elke maandagavond zijn we 2 uur hier bezig. Dus ik heb nou een stuk onderhand. Ik denk dat het wel 3-4 maanden duurt voordat het klaar is. En wat voor houtsoort gebruikt u hiervoor? Over het algemeen gebruiken wij lindenhout. Ja, dat is heel mooi om te snijden. Vooral de Friese snijders. Hè. We hebben dus twee groepen hier. Hè. De Friese snijders en de sculpturisten. En de sculpturisten hebben ook wel eens... Ik heb bijvoorbeeld wel eens met afrimosiehout gewerkt. En met notenhout en eikenhout en kersenhout. Alle mogelijke houtsoorten die voor dat werk in aanmerking komen gebruiken we dan. Maar over het algemeen gebruiken we het meest lindenhout. Kijk, dit is Fries snijwerk. En dit is voor de sculpturisten. Dat zijn dan beitels en gutsen. He, maar dit zijn allemaal gutsjes en beiteltjes. Dit is voor het kleinere spul en dit is voor het grotere spul. En enkele keer hebben we een opdracht en dan wordt het gewoon verkocht. Ik heb bijvoorbeeld voor Spaanse families familiewapens gemaakt. Nou, dan betalen ze dat. Ik heb andere werkstukken gemaakt die ik dan schenk. En over het algemeen verkopen ze dus ook het Friese snijwerk of schenken het. Op dit idee gekomen? We hebben voorbeelden in de kast en daar zoeken we dan iets uit wat we leuk vinden en dat gaan we dan maken, verschillende dingen. En dit keer is het een uil geworden. Vooral de Friese snijders hebben altijd dezelfde motieven. En dat ligt al eeuwen vast. Alleen het onderwerp wat ze gaan besnijden, dat verschilt. De zijkant van een kist. In de kist maak ik een theedoos van. Dus allemaal vakjes erin. Deze bronzen galopperende ruiters uit 1993 zijn van de hand van Frank Lettery. Het was een gift van de Rabobank bij de opening van een nieuwe vestiging in Almelo. Again.
Schenk aandacht aan wat je wil zien groeien. Voel je vrij, laat wel zij zeggen niet boeien. Alles verandert, niks blijft hetzelfde. Je staat daar niet alleen voor, we zijn hier om je te helpen. Zelfde krijgt de mens, met de voortduren dan die aankan. Pijn lijkt het goed, dus blijf aanwezig als een waakvlam. Ga waar je gaan kan, en hou je vibe hoog. Breng de vorm, wees zakken voor wat je krijgt. Zo vergeet hoe je haat, herinner hoe je lief hebt. Luister naar je hart en, om wat je ziel zegt, verwacht positieve. Ongeacht de uitkomst, droom dat je wakker bent. En vindt alsof je thuis komt. Nieuw begin, frisse start. Schijn je licht en vind je kracht, kom. Schijn je licht en vind je kracht, kom. Schijn je licht en vind je kracht, kom. Nu begin, frisse start. Schijn je licht en vind je kracht. Schijn je licht en vind je kracht. Schijn je licht en... Je kracht heb je in verschillende vormen en maten. Wind, aarde, vuur, water. Probeer je kracht te krijgen door diep te graven. Kijk naar binnen en zie je waarde. Ik denk terug aan die ene dag en de positieve energie die naar je bracht. Ik kom er niet anders dan het je geven. Want alles wat ik heb, yo, wil ik met je delen en luister. We hoeven niet te stelen. Eén ding weet ik zeker, wat mijn binnen is vrede. Dus laat het zon weer schijnen naar je gedachten. Het contact dat we hadden was. Kom maar krachtig in kracht. Je toch op eigen kracht op, want je was gewond. Kan me nog voor. Stel hoe je daar stond. Zet die met beide benen op de grond. Onthoud je bent altijd in goede handen bij ons. Kom maar.
Schijn je licht en vind je kracht. Kom maar, schijn je licht en vind je kracht. Schijn je licht en vind je kracht. Want de langste weg begint met de eerste stap. Langste weg begint met de eerste stap. Kom maar, langste weg begint met de eerste stap. Iedereen, klap met me mee en klap. Klap maar, kom maar klap maar. Ik hoor jullie niet, klap met me mee. Ik kan harder, ik kan harder. Kan harder. Denk dat je komt vanuit de kosmos. Ben naar de binnen van de stroom. Door mij laat er niet glazen liggen. Vonden niet mijn kop als een spons. Meer in een emmer water met zeepsop. Stop, sta rechtop. Als een pop met nodels in de grond. Ze willen het af. Allemaal pakken, maar wij hebben het af. Want in ons handen we breken. Samen, samen alle plakken. Pakken op de rust. Dat er volgens op de takken. Maar ook op de uitkijk blijven. Oppassen voordat ze alles van begrijpen. Maar wij zijn de krijgers, we kunnen alles bereiken en krijgen. Het begint bij jezelf, het is geen hernemen. We bevrijden alleen maar liefde en vrede. Open in zeven, energie besparen halen. Doe met ons mee en kom met ons mee varen. Wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu.
Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken KIW en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij KIWAY.